see. Zo. Gallery view. Super, welkom iedereen. Fijn dat u er vandaag bij bent. Deze keer mag ik u nog eens een webinar door Jan Gijsselink aanbieden. Dat is ondertussen al een hele tijd geleden dat Jan nog iets bij ons gegeven heeft. Ik denk toch een jaar of twee, als ik me niet vergis. Dus heel blij om dat nog eens te mogen doen. Dat is heel fijn. Dag Jan, tof om jou te zien. Ja, goedenavond, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is een tijdje geleden. Dat is een tijdje geleden. Inderdaad, dus ja, heel blij om jou nog eens te zien hier. En ook heel blij om te zien dat er van alles van jou op programma staat en ook van jouw vrouw. Dus maar meer daarover straks. Beste mensen, u bent hier vandaag voor een webinar over integrale esoterische healing en wat dat juist is. Dus ik ga eerst nog eventjes heel kort de technische aspecten uitleggen. U kan vragen stellen en dat doet u door de Q&A-knop te gebruiken op uw scherm. Dus als u een vraag heeft en u bent via Zoom mee aan het volgen, dan kan u met uw muis bewegen of op uw tablet tikken of op uw smartphone. En dan ziet u daar een Q&A-knop. Als u daarop klikt, dan kan u een vraag doorsturen. En dan zal ik die vraag namens u, maar wel anoniem behandelen. We zijn ook live op YouTube. Ja. Dat werkt allemaal goed. Als u via YouTube aan het meevolgen bent, dan kan u gewoon een reactie plaatsen naast de livestream met uw vraag en dan zal ik die ook anoniem in uw plaats behandelen. Dit is een webinar van ongeveer een uur, dus stel gewoon uw vragen gaandeweg en aan het einde van de webinar dan behandelen we uw vragen. Dat is volgens mij alles wat ik wou zeggen. Misschien is om te zeggen is dat dit dus inderdaad gelivestreamd wordt op YouTube. Wat betekent dat? Moest u het een interessante webinar vinden? Moest u nog eens iets willen herbekijken? Of moest u de webinar graag willen delen met vrienden of familie of eender wie? Dan kan dat heel makkelijk door naar het YouTube-kanaal van De Kleine Bron te gaan. De laatste video die daarop staat, dus ook na afloop van de webinar vandaag, dan staat die direct op dat YouTube-kanaal en dan kan u die heel gemakkelijk herbekijken. Dus dat is nog een belangrijke en dat is alles wat ik wou zeggen. Dus Jan, als het goed is, dan geef ik graag het woord aan jou. Ja, dat is goed. Hartelijk dank. Ook voor de uitnodiging om eigenlijk toch een onderwerp aan te raken waar dat ik eigenlijk al meer dan 20 jaar les in geef, eigenlijk op een continue basis hier in Brugge, in de College of Esoteric Healing. Esoterische integrale healing. Wat betekent dit? Dan zien we eigenlijk vooral dus het aspect esoterisch. Esoterisch wil eigenlijk zeggen datgene wat een beetje verborgen is, wat niet gekend is, wat aanvankelijk niet gekend is, maar wat gaandeweg door de groei van ons bewustzijn, zo kun je het eigenlijk zeggen, de evolutie van ons bewustzijn, gaandeweg eigenlijk ontdekt wordt. Dus datgene wat aanvankelijk niet gekend is, zal sowieso ontdekt worden. Zo kun je dat eigenlijk wel stellen, dat eenieder eigenlijk op weg is, ook om helend werkzaam te zijn hier op deze aarde. Er is een hele weg die we doormaken in de bewustzijnsevolutie. En daar zullen we waarschijnlijk al wel heel wat verschillende aspecten door in andere lezingen en cursussen of informatie eigenlijk over gehoord hebben. Maar wat fundamenteel is bij esoterische healing, is eigenlijk dat men eerst zichzelf gaat beschouwen als een wezen, als een bewustzijn, en ik zou het direct er eigenlijk aan toevoegen, een planetair wezen, dus een planetair bewustzijn, want we zijn een deel van de planeet. En toch dat we dit gaan beschouwen binnen de zevenvoudigheid van ons bewustzijn, ook binnen de zevenvoudigheid van het bewustzijn van de aarde, een zevenvoudigheid zelfs binnen het bewustzijn van de zon, een zevenvoudigheid binnen het bewustzijn van de kosmos. Dat wil zeggen, er zijn zeven gebieden die eigenlijk gaandeweg in ons bewustzijn geëxploreerd zullen worden.
En ik spreek een beetje uit de eigen ervaring, hè, dat doorheen eigenlijk ook meditaties, hè, en doorheen eigenlijk eenpuntige aandacht, hè, dat men gaandeweg als het ware steeds meer een openheid krijgt in de subtiele werkelijkheid, die in feite gekwalificeerde straling is. Hè, gekwalificeerde energieën, gekwalificeerde straling, wat soms ook eigenlijk akasha wordt genoemd, of ether. Hè, en dat is zeer fundamenteel ook bij esoterische healing. Want wat gaan we zien? Bij esoterische healing gaan we dus eigenlijk met specifieke straling gaan werken, die dan ook allemaal een naam hebben gekregen. Je kent misschien ook wel het gegeven van de esoterische psychologie, de 7 kosmische stralen. Dus dat zit eigenlijk ook in heel de werkelijkheid vervlochten, inclusief onszelf. Wij die eigenlijk een microcosmos zijn. Dus esoterisch wil zeggen op weg naar datgene wat eerst onbekend is, wat verborgen is, hè, wat eigenlijk een beetje anderzijds ondergesneeuwd is, zou je kunnen zeggen, maar wat gaandeweg door onze aandacht, door onze eenpuntige aandacht, concentratie, onze focus eigenlijk in het leven steeds meer aan het licht zal komen. En die 7 gebieden, ik ga ze toch eens eventjes opsommen, die hebben natuurlijk wel een naam gekregen doorheen de tijd. En esoterisch wil zeggen dat dat iets is dat eigenlijk universeel is. Hè? Dat wil zeggen dat het een universele wijsheid is. Iets dat eigenlijk niet geheim is, hè, maar dat natuurlijk in bepaalde stromingen vroeger vooral meer geheim werd gehouden, omdat het ergens een diepere kennis is van de gelaagdheden eigenlijk ook van het universum, de gelaagdheden eigenlijk ook van het bewustzijn in ons. Maar die hebben dus een naam gekregen en daar zitten ook een paar contradicties soms in verschillende stromingen. Maar ik ga deze eventjes opsommen en eventjes doen aanvoelen, want dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Hè? Als we spreken over healing, betekent eigenlijk ook over dat men dus de bewustzijnsgebieden gaat leren aanvoelen en dat men eigenlijk geprojecteerd wordt in het bewustzijn in de subtiliteit van de straling, in de subtiliteit van het bewustzijn. Dus in de subtiele gewaarwordingen, ook, ik zou dat dan noemen, van de krachten van het hogere zelf, de krachten eigenlijk van uw goddelijk bewustzijn, zoals dat dan ook wordt genoemd. Maar welke gelaagdheden zijn er? We hebben het stoffelijk gebied, hè, dat we deels zien. Hè, wat we waarnemen, voelen, ruiken, proeven, zien met onze zintuiglijke waarneming. En toch zegt men dan eigenlijk binnen het esoterische dat er maar bepaalde gelaagdheden zijn waar dat we eigenlijk binnen onze driedimensionele wereld, werkelijkheid, onze persoonlijkheid wordt dat dan ook genoemd, hè, enkel maar voelbaar of tastbaar is en waarneembaar is. En dat zijn dan de 3 ondergebieden, de 3 eerste ethergebieden van het stoffelijk gebied. En het stoffelijk gebied is niet alleen ons lichaam, is wel een uitstolling daarvan in het vaste aspect, hè, van het stoffelijk gebied. En dan zien we natuurlijk ons lichaam met eigenlijk ook, hè, de organen, met eigenlijk de huid, met de spieren, met het zenuwstelsel ook. Hè. En zegt men, een bepaald gegeven binnen dat stoffelijk gebied, dat voelen we aanvankelijk niet, of dat zien we aanvankelijk niet, of dat proeven we aanvankelijk niet, maar er is wel een stap in bewustwording mogelijk, voor iedereen trouwens, en iedereen zal uiteindelijk ook die stap zetten, om in die etherische gewaarwording te komen. En dat wordt dan genoemd de stap in de 4e ether van het stoffelijk gebied. En dat wil dan zeggen dat men in een gewaarwording komt van het etherisch lichaam, zoals dat wordt genoemd. Dat is een deel van het stoffelijk gebied, het grofstoffelijk gebied. En dus dat etherisch lichaam is een web rondom jou. En voor mij is dat vooral sinds mijn 28 heel duidelijk en ook waarneembaar geworden en voelbaar, vooral voelbaar geworden. Heel het netwerk, hè, van nadis wordt dat genoemd, van etherische bedrading, rondom eigenlijk jouw fysieke blauwdruk, fysieke uitstolling, hè, ook van substantie.
En met de chakras natuurlijk, de 7 grote draaipunten in het etherisch lichaam. En met eigenlijk ook middelgrote centra en dan ook nog zoveel andere kleine centra waar dus eigenlijk de kanalen elkaar kruisen. Het is dus niet een theorie. Het is iets dat eigenlijk in het Oosten al lang bestudeerd is geweest. En ook waar getuigenis van afgelegd is geworden doorheen zoveel, dat men eigenlijk in die gewaarwording kan komen van dat etherisch web, dat energielichaam wordt dat soms ook genoemd, een vitaal lichaam rondom jouw fysieke blauwdruk. En dat is fundamenteel, ook voor esoterische healing, als men eigenlijk helend wenst te werken met de krachten en de stralen en de stromingen en de gebieden, zoals dat dan wordt genoemd, is het fundamenteel dat men in een gewaarwording komt, die stap zet naar de bewustwording of de ervaring van dat etherisch lichaam. Misschien voel je dat nu, dat je eigenlijk misschien een trilling voelt, een vibratie voelt op bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld het kruincentrum, want de geestelijke krachten van ons hoger bewustzijn stromen of wensen via het kruincentrum in te stromen en ook het derde oog, die eigenlijk een cruciale rol daarin vervult. En natuurlijk met als epicentrum ons hartcentrum. Dat is eigenlijk een fundamenteel gegeven in de verdere bloei van onze straling, in de verdere bloei van ons bewustzijn. Dus dat etherisch lichaam is daar. En misschien voel je dus die vibraties of die trillingen of instromingen. En dat is de etherische gewaarwording. Op het duur, met ons mentaal bewustzijn, gaan we dat bestuderen. Dat kan niet anders. We gaan die trillingen voelen. En zo was dat eigenlijk bij mij ook op mijn 28 jaar gekomen. En ik wilde ook wel weten wat die trillingen en die stralingen of die vibraties die ik voelde doorheen dat etherisch lichaam, dat ik dan tot in mijn voeten, doorheen mijn voeten, eigenlijk ook voelde, doorheen mijn handen, vingers, heel de rug, overal, heel een netwerk eigenlijk ook van stromingen, van het kanaliseren van substantie, zou ik dan ook eigenlijk nadien dat noemen. Dus ik moest sowieso te weten komen wat dit eigenlijk betekende, ik moest dat ook een naam kunnen geven, en dat heb ik dan ook wel gevonden in bepaalde werken, dat dit eigenlijk het subtiele of het etherisch lichaam is. Maar eens dat je dus in die werkelijkheid komt, in die zintuigelijke ervaring, dat je er niet meer naast kan kijken dat je geprikkeld wordt door stromingen. En dat is niet een psychisch gegeven, maar dat is echt een etherisch, subtiel gegeven. Want ga je er misschien mee naar een dokter, dan zal men eigenlijk zeggen dat dit misschien psychische trillingen zijn. Maar in essentie is dit gewoon een etherische ervaring. En dus subtiele ervaring zal u nooit meer loslaten dan. Want dan is de stap gezet naar de subtiele werkelijkheid die van fundamenteel belang is om eigenlijk ook uw hogere bewustzijn in haar graagdheden te leren kennen. Om de innerlijke werkelijkheid substantieel, dus energetisch, in bewustzijn te gaan onderscheiden en te leren ontplooien en te onderkennen, te nuanceren, te onderscheiden ook, dat je dus eigenlijk op de duur de weg gaat van het onderscheidingsvermogen in trillingen, in stromingen, in krachten, in vuren, in innerlijke werkelijkheden, waar je eigenlijk op gaat contempleren, op gaat mediteren en ook healing mee gaat geven. En dat is een hele ontwikkeling in en ontvouwing van ons innerlijk leven. Dus je hebt het stoffelijk gebied met daarin dus de doorbraak eigenlijk van het etherisch lichaam in onszelf en de gewaarwording van het etherisch lichaam. En dan heb je natuurlijk het tweede gebied, het tweede gebied van de 7 gebieden. En dat wordt dan het astrale gebied genoemd, het emotionele gebied. En dat is het conglomeraat van emoties, van gevoelssubstantie. Dus dat zijn plastische stromingen die ook een hele geschiedenis in zich dragen. We dragen in ons een planetaire geschiedenis. Dus vandaar ook esoterisch dat eigenlijk er steeds meer een gevoel ontstaat in onszelf, naar gelang ons hoger mentaal bewustzijn wakker wordt. De ziel wordt dat soms genoemd.
dat je eigenlijk een gevoel krijgt van mijn bewustzijn, niet mijn lichaam, maar mijn bewustzijn is al lange tijd onderweg. En dus dat er ook op de duur diep de vraag gesteld wordt over reïncarnatie, of dat dat wel werkelijk zo is, en dat dat niet louter een theorie is of een geloof, maar dat dat eigenlijk werkelijk een diepe werkelijkheid is van het indalen van ons bewustzijn in de stof, om verder te gaan in de ontwikkeling van ook die subtiele werkelijkheid in onszelf. En zo leer je dan ook de geschiedenis van je astrale substantie, emotionele substantie, kennen. En dat polariseert zich ook dicht, hè, in onze zonnevlecht, waar het epicentrum is binnen het etherisch lichaam, waar dus die emotionele substantie invloedt. En wat zegt men nu binnen esoterische healing? Dat eigenlijk 90% van alle ziektekiemen, dus ook van, laat ik dan even zo zeggen, lijden of moeilijkheden of de bewustwordingsprocessen, eigenlijk zich afspelen in de mensheid binnen het emotionele gebied. Dus 90% van onze ziektekiemen ligt eigenlijk vervlochten in onze astrale geschiedenis, in onze emotionele geschiedenis. Dus het is eigenlijk van uitermate belang om ook vanuit het aspect van healing en genezing, innerlijke genezing, integrale healing, heel diep bewust te worden en te onderscheiden wat eigenlijk al die emoties eigenlijk ook zijn en waartoe ze eigenlijk naartoe gaan. De esoterische psychologie helpt u daar heel sterk in, omdat er heel veel over groeispanningsvelden, soms ondeugden wordt dat genoemd, persoonlijke aspecten eigenlijk als groeispanningsvelden gezien worden en die vaak zich afspelen binnen de wervelwinden, als je het zo kunt zeggen, binnen eigenlijk de golfbewegingen eigenlijk ook van onze emoties, die correleren met de emoties van natuurlijk onze medemens, van familie, gezin, relaties, kennissen, van collega's, maar ook natuurlijk in een grotere schaal van de regio, van eigenlijk een stad, van een land, en dan eigenlijk zelfs op het wereldniveau. Als je de tv aanzet of je ziet het wereldnieuws, is dat vaak ook heel emotioneel geladen. En dat is ook wat vaak het nieuws haalt. Of heel veel programma's die diep emotioneel geladen zijn. En we zijn daar deelachtig aan. Dus ons emotioneel bewustzijn, ons emotioneel leven is zeer plastisch. Het gaat ook heel veel mee met eigenlijk de context en het collectief van de wereld. Dus dit is een heel grote bewustwording. Als we daarin een weg gaan, dan zien we dat dit eigenlijk niet zo eenvoudig is en dat dit veel moeilijker is zelfs dan de bewustwording binnen het stoffelijke gebied en waarin we dan eigenlijk het onderscheid moeten maken van datgene wat belangrijk is en wat minder belangrijk is voor ons hoger bewustzijn. En zo is er een derde gebied die in de mens heel sterk ook zich ontplooit. En trouwens, deze gebieden zitten in alle levensvormen. Dus ook het dierenrijk, zoals dat dan wordt genoemd, heeft zeven gebieden in het bewustzijn in ontvouwing. Maar het mentale bewustzijn is iets minder ontwikkeld en is ook heel sterk emotioneel en stoffelijk geladen. En zo is er ook het plantenrijk. En zo is er ook eigenlijk het mineralenrijk, dus de drie natuurrijken, die ook correleren met het mensen, met de mensheid, het vierde natuurrijk. En dat correleert met de gebieden ook van de aarde. Stoffelijk gebied, emotioneel gebied, en dan het mentale gebied ook van de aarde. En de mens correleert heel sterk ook met het mentale gebied. En vandaar dat ons mentaal vermogen doorheen de tijden zeer sterk zich ontplooit. En dat dit eigenlijk ook een gelaagdheden kent. Men spreekt over soms het lager denken, dat is niet minderwaardig, maar dat is het intellectuele denken dat zeer sterk persoonlijk gebonden is. Dat wil zeggen, de informatie die we allemaal opnemen, we absorberen dat, we studeren dat, we nemen dat in ons op. En dat is als het ware een horizontale info, kennis die we krijgen, waardoor dat we eigenlijk over de driedimensionele wereld heel veel informatie krijgen en een beheersing daar ook over krijgen.
zeer belangrijk. Dit is een concreet denken, zoals dit eigenlijk ook wordt genoemd. En dit is belangrijk in de evolutie van ons bewustzijn, maar dit zal aanleiding geven, en ook door die etherische bewustwording, naar de hogere ethergebieden van ons mentaal bewustzijn. En dan zegt men dat men eigenlijk in een hoger denken komt, de denkwereld van de ideeën. Dat men eigenlijk geïnspireerd wordt, en dat men dieper gaat nadenken over de ziel in alles. En dat men eigenlijk eerder in een abstract, maar lichtgevend denken komt. En dat is heel belangrijk. Dus heel belangrijk. Dat is eigenlijk wat men dus die hogere etherlagen van het mentale gebied noemt. Dat is de ziel in ontvouwing. Dan komt de ziel in ontvouwing. En dan komt er eigenlijk een onweerstaanbare drang in ons bewustzijn om eigenlijk dat dieper denkvermogen te leren kennen. En dan is het ook logisch dat bepaalde literatuur ons pad kruist en dat het steeds esoterischer of spiritueler wordt. Niet religieus, maar spiritueel. Spiritueel en esoterischer. Steeds diepere vraagstellingen ook rond bijvoorbeeld universele wetten, de natuurwetten. En dan vooral fundamenteel van dus die natuurwet van oorzaak en gevolg. En dan dat perspectief van eigenlijk ons planetaire evolutie van ons bewustzijn. Dan oorzaak en gevolg ook binnen incarnatie, reïncarnatie. Dat zijn echt twee grote sleutels die mede bepalen dat ons hoger denkvermogen, ons lichtgevend denkvermogen zou ik dan zeggen, actief is. Maar zoals ik dan net zei, als je dan eigenlijk in die diepere gedachtegang komt, die filosofisch is en eigenlijk meer de werkelijkheid overschouwt, als een toeschouwer een beetje, als een waarnemer, ook van het wereldgebeuren, dan kom je steeds meer in het licht. En dus ook mijn ervaring vanaf dus die 28 jaar, was er de bewustwording van het etherisch lichaam, maar fundamenteel was er voor mezelf de bewustwording van het licht van mijn ziel, het licht van mijn hoger denken, de hoger mentale gebieden. En wat zien we dan? Het is daarom dat ik natuurlijk zo sterk aangetrokken werd tot esoterische healing, want sindsdien is dat licht nooit meer verdwenen. Dus mijn waarneming is dat ik continu licht zie, op een of andere wijze. Ik voel het licht instromen, nu ook trouwens, als ik erover spreek, doorheen het etherisch lichaam. En ik voel ook dat dat bij de toehoorders ook in beweging is. Want je wordt subtiel dat gewaar eigenlijk, ook wat er bij de anderen gebeurt ook. Dat kun je eigenlijk ook steeds meer waarnemen. Want dat is eigenlijk ook het magische natuurlijk, ook van de etherische bewustwording. Maar dat licht is dus nooit meer verdwenen en dan ben ik heel sterk beginnen te mediteren op dat licht dat ik alsmaar meer en meer wilde voelen ook trouwens en eigenlijk steeds meer absorbeerde in de verschillende gelaagdheden van de dimensies, zou je kunnen zeggen, van het licht. Dus met dat licht, dat wordt soms ook de derde straal genoemd in de esoterische psychologie, gaat men fundamenteel aan het werk met healing, met esoterische healing. Dus esoterisch wil dan zeggen zielsgerichte healing. Met als bedoeling, als het licht wakker wordt in onszelf, en trouwens iedereen zal op de duur zich openen voor het licht, komt op het pad van licht, zal het licht zien, en dat is geen fictie, zal dus eigenlijk in een verlichtend denken komen, lichter, lichter. Dat is niet iets onrealistisch. Het licht stroomt binnen gewoon. En het licht stroomt dan ook in de emoties. En het licht stroomt dan ook in het stoffelijk gebied. En daardoor wordt het lichter in onszelf. Dus minder zwaar. Er wordt veel minder zwaar ingegaan, wat de persoonlijkheid vaak wel doet. Soms in een dramatische uitdrukking. Minder zwaar ingegaan eigenlijk op de werkelijkheid. Het is licht in openbaring. Dus je krijgt dus een aansluiting bij het licht, ook van de hogere mentale gebieden hier op deze aarde, van de ziel van deze aarde. En dat is geen fictie, want je ziet het, je voelt het, je staat erin en het wordt zelfs een continuïteit van openbaring. Niet zomaar eventjes een mystieke ervaring, van ja, ik heb het licht gezien of ik heb een ervaring met het licht en dan is het weer weg.
Of ik heb een bijna doodservaring, waar dat je vaak ook in de tunnel komt en aan het einde het licht getoond wordt, of in die lichtervaring wordt gebracht. Nee, je krijgt een continuïteit eigenlijk van die lichtervaring. En dus, bij gevolg, als je dan ook magnetisch, maar ook door je uitstraling steeds meer de lichtstroom voelt, en dat stroomt dan binnen via het kruincentrum en dan in het derde oog, en dat opent een kanaal in heel je wezen. En dat kanaal is zeer belangrijk, want dat zal alsmaar belangrijker worden. Men noemt dat soms de Antakarana, of men noemt dat eigenlijk gewoon ja, soms de regenboogbrug. Maar het is een centraal kanaal, in het oosten zou men zeggen, de Shushumna, die zich opent voor de instroming van het licht. Dan ga je natuurlijk ook dat op de duur in je handen voelen, doorheen je handen, de centra van je handen. En dan krijg je als het ware lichtgevende handen, maar ook in je uitstraling ga je voelen dat dit licht een uitwerking kent in de omgeving. Licht is actieve intelligentie, is kennis. Dus als je steeds meer lichtgevend wordt, verspreid je eigenlijk, zonder zelfs iets te zeggen, kennis, inzicht, mentale stromingen, als het ware. Dus als je met je licht naast iemand gaat staan, komt die eigenlijk in het healingswerk bijvoorbeeld, door de uitstraling van je licht, gaandeweg tot bepaalde ideeën die meer zielsgericht zijn, meer correleren naar het hoger bewustzijn. Dus dat is wel fantastisch. Als je dat steeds meer begint waar te nemen, dat je begint te zeggen, ah tja, dat licht stroomt in. Ik heb dus een innerlijke communicatie met dat licht, de hogere mentale gebieden van mijn wezen, en dus ook van de wereld, van de planeet. En dus ook misschien met wezens die daar ook mee verbonden zijn, en die ook misschien doorheen de tijd een naam hebben gekregen. Het kan ook de Boeddha's of de Bodhisattva's of de meesters enzovoort, of de engelen. Dat zijn allemaal subtiele werkelijkheden. En ik word een getuige van het licht. Dus dan is het ook toch logisch dat je eigenlijk door die stroming met dat licht steeds meer getrokken zult worden om door je uitstraling, maar ook door je magnetisme, magnetische handen, uw handen, uw bewustzijn, uw lichaam zelfs ten dienste te stellen van die lichtgevende stroming. En dan ontstaat er dus eigenlijk de weg van de esoterische heling. Je gaat dus het etherisch lichaam gaan helen door de implementatie van het licht van de ziel. En dan openen de centra zich. En dus bij elke healing neemt het licht bijvoorbeeld toe en wordt eigenlijk bijvoorbeeld dus de mentale stromingen, de emotionele stromingen, de stoffelijke stromingen van de persoon die geheeld wordt, steeds meer in het licht gebracht. En dit heeft een zeer heilzame ontwikkeling met als doel dat de persoon in kwestie steeds meer aanraking krijgt met het licht en daardoor met de eigen ziel, die de waarachtige heler wordt genoemd. De bedoeling is niet met uw eigen wilskracht iemand te gaan helen en te zeggen van, zie, ik ga u genezen. Nee, de bedoeling is in feite de persoon, en dat doe je ook door je uitstraling, overal waar je komt, met het licht, uiteindelijk de anderen te geleiden naar de eigen ziel, dus naar het contact met het eigen licht, als je het zo kunt zeggen. En dit is zeer bevrijdend. Dus ook in de healing laat je de andere altijd vrij. Er wordt niet iets dwangmatig aangebracht, of vanuit een wilskracht, of een moeten, of wat dan ook. Nee, esoterische healing is de bedoeling om de ziel naar boven te laten komen van de andere, die innerlijke werkelijkheid van lichtgevende substantie. Maar dan is het pas begonnen, want esoterische healing, vandaar die term esoterisch, ja, leidt naar de diepere gebieden ook van ons bewustzijn. Want vanuit het licht gaat uiteindelijk onze zoektocht verder en zijn er nog gebieden die zich aandienen. Want we hebben nog maar 3 gebieden bekeken. Want het mentale bewustzijn wordt onderscheiden tussen het concrete denken dat persoonlijk georiënteerd is en dan het lichtgevend denken dat zielsgericht georiënteerd is. En dan komen we ineens bij een intuïtief gebied en dan zegt men esoterisch, daar is er een gebied van het zonnevuur,
van het liefdesvuur. Alles is trouwens vuur van ontwikkeling. Eerst ervaren we dit als een subtiele stroming, maar dan wordt dat een vurige stroming. Dat is geen fictie, dat is ook mijn eigen ervaring. Dus lichtgevend vuur, en dan wordt het zonnevuur, liefdesvuur. Dus ook, er is een liefdesbron, liefdesbewustzijn, wat soms het Christusbewustzijn wordt genoemd, in deze contrein of in bepaalde stromingen, of het boeddhisch bewustzijn wordt genoemd, dat eigenlijk doordrongen is en correleert aan het liefdesbewustzijn, dus onvoorwaardelijk liefdesbewustzijn van deze aarde. Dus op de duur komen we daartoe en gaan we dat ook verder proberen te ontginnen, zou ik zeggen, te ontdekken, te exploreren. En zodoende dat je eigenlijk ook die warme stroming, en misschien voel je dat nu, instromen, dat zonnevuur, dat liefdesvuur, ook substantieel leert kennen. Het is liefdewijsheid, wordt het gezegd. Dat is de tweede straal. De liefdewijsheid die in ons hogere zelf aanwezig is. Er is dus een oeverloze bron waar wij mee kunnen associëren en dat maakt dat onze uitstraling steeds liefdevoller wordt. Steeds inclusiever wordt, steeds meer verbondenheid met zich meebrengt en dus natuurlijk de weg zal zoeken naar het hart. Het hartcentrum waarin dus de liefdesstroom geëxploreerd wordt en de diepte van die liefdesstroom geëxploreerd wordt. En als dit gebeurt, dan wordt uw hartcentrum warm natuurlijk en gaat er ruimte komen in uw hartcentrum. Want de liefdestroom zal altijd het hartcentrum gaan helen. Ook het zonnevlechtcentrum, dus het emotionele gebied, gaan helen. En wat brengt dat dan met zich mee? Dat je aangetrokken wordt, nog vuriger dan met het licht, als je het zo kunt zeggen, niet naar bevrijdend inzicht, wat licht is, kennis, maar naar universele wijsheid. Universele liefde die alles met elkaar wenst te connecteren. En wat betekent dat? Dat je dus ook getrokken wordt naar bepaalde heldere vermogens die in dat boeddhisch gebied, in dat intuïtieve gebied in onszelf te wachten staan om tot openbaring te komen. Toen dat ik mezelf dan de vraag stelde, ook in de ontwikkeling naar het zonnevuur, dus naar het intuïtieve gebied, begon ik mijzelf ook wel de vraag te stellen van wat zijn dan die vermogens die door het boeddhisch gebied naar mij toe worden aangereikt. En dan is dat vooral dat helend aspect, want ik zie alles als krachten in ontwikkeling, stralen in ontwikkeling. En het is vooral dat hanteren van die stralen dat mijn innerlijk vermogen is. En dan komt er ook een rust, omdat je op een liefdevolle wijze de dingen gaat hanteren, ten goede natuurlijk, en dus vooral ook in dat healingswerken of doorheen cursussen enzovoort en meditaties. Dus als dat zonnevuur instraalt, krijg je helder vermogens. Bij de andere kan het zijn dat je in toenemende helderziendheid wordt gebracht. Dat is voor mij niet zo aan de orde. Voor mij is dat vooral het helder voelen. Het helder voelen van de krachten, van de stromingen, van de stralen enzovoort. En het helder zien is wel het helder zien van het bewustzijn. Dat vooral zich substantieel toont. En zo is er het helder weten, het helder ruiken, het helder proeven. Dat zijn allemaal eigenschappen of karakteristieken die zich tonen als het intuïtief gebied wakker wordt in ons bewustzijn. Maar in essentie kom je in een golfbeweging, in een stroming van liefdesvuur. En dat maakt dat je je ineens verbonden voelt, ook met die innerlijke werkelijkheden die je voordien eigenlijk weliswaar misschien bekeken had, bestudeerd hebt en zo eens een beetje daar rond gelezen had misschien, maar ineens begin je hen ook te voelen. En dat is dan bijvoorbeeld die werkelijkheid van de meesters en zo en van de engelen. En het kan dan niet anders dan dat je zo dusdanige interesse hebt, ook om verbinding te leggen met je liefde in je hart, naar de liefdevolle wezens, kun je dan zeggen, die ook op de innerlijke gebieden
op deze planeet aanwezig zijn. En voor mij is dat eigenlijk heel sterk ook die aantrek geweest, nog altijd, naar die innerlijke meesters, Mahatma's, of die grotere zielen die ooit mens zijn geweest. En waar dat een fundamenteel één meester heel sterk op de voorgrond treedt voor mezelf. Dat is dan Moria, de meester Moria. Maar goed, dus op de duur ga je dus eigenlijk merken dat er eigenlijk gidsen, of noem hen zoals je wenst, in dat liefdesvuur aanwezig zijn om u verder te openen, te begeleiden als het ware, die daarom niet stoffelijk aanwezig zijn of stoffelijk waarneembaar zijn, maar die je steeds innerlijker wel zult gaan voelen en ervaren, of waar dat je naartoe getrokken wordt, innerlijk, in je meditaties bijvoorbeeld, en dat je eigenlijk in een blending, in een versmelting, want dat doet de liefde. Hè? De liefdestroom kan ons doen versmelten met de werkelijkheden. Hè? Wat eigenlijk de kennis nog niet in die mate kan doen als eigenlijk het liefdesgehalte dat in onszelf eigenlijk fundamenteel toeneemt. Je kunt dus gaan versmelten met de Boeddha's, de Bodhisattva's, ik zeg maar iets, hè? De meesters, de engelen, de aartsengelen, die allemaal namen hebben gekregen doorheen de tijd. En je gaat die substantieel door je liefdesvuur eigenlijk gaan ervaren. Dus dat wordt subtiele substantie. En het is dan ook logisch binnen esoterische hering dat er een hele wereld zich opent van interactie met de innerlijke gebieden. En die dus aanvankelijk niet gekend zijn, vandaar esoterisch, maar die steeds voelbaarder wordt en dat je dus dan healing ook gaat geven met die meesters of met de engelen of met eigenlijk bepaalde grootmeesters, zoals zij worden genoemd. Ik zeg maar een naam die je misschien nog nooit gehoord hebt, de Mahachohan, die wel vermeld wordt in bepaalde werken, maar je gaat daar innerlijk naartoe gaan en je wenst eigenlijk in je hart te gaan versmelten met eigenlijk die diepere werkelijkheden. En heel veel mensen doorheen de tijden hebben verschijningen gekregen in hun meditaties, of uiterlijk zelfs, of ik denk ook maar op bepaalde plaatsen, in Fatima, of in Medjugorje, of in de tijd van Jezus, of doorheen alle tijden. En die verschijningen komen eigenlijk vanuit die liefdesfeer, waardoorheen er dan een etherische vorm gecreëerd wordt, of een lichtgevende vorm gecreëerd wordt, die dan eigenlijk duidelijk wordt gemaakt aan bepaalde mensen. En dat ook een betekenis heeft voor het innerlijk leven van de persoon in kwestie, die dat of de personen, of de groep van personen, of een volk zelfs, die dat eigenlijk heeft ervaren. En dan, in de verdere exploratie van ons bewustzijn, en dat is zo stapje voor stapje, leren we nog een gebied kennen. En dat is niet zo eenvoudig. Maar dat wordt dan, dus ik zou dat zeggen dan, het vijfde gebied, het vijfde van de zeven gebieden, het atmisch gebied, het geestelijk gebied wordt dat genoemd. En daar leer je dan de eerste straal te kennen. En dat is de straling van kracht, universele kracht. Dus in elk hogere zelf, in elk hoger bewustzijn, of dieper bewustzijn, of noem het zoals je het zelf wenst, zit er een diepe kracht ook verborgen die we dienen te exploreren. En dat is eigenlijk elektrisch vuur, wordt dat genoemd. En dan krijg je echt elektrische ervaringen, alsof dat de bliksem inslaat. En dat is een heel priemende kracht soms, die heel sterk het kruincentrum zal belevendigen en openen en een correlatie zal bewerkstelligen, ook met het stuitcentrum. En zo krijg je als het ware, wat dan bijvoorbeeld de meester Joao Cool noemt in de werken doorheen Erisberi, een wetenschap van het hogere zelf, ook een wetenschap van esoterische healing. Want fundamenteel gaan we met esoterische healing aan het werk met die drie aspecten. Het lichtgevend vuur, het zonnevuur, dus de liefde, wijsheid, en dan de kracht, de eerste straal, dat de bouwstenen zijn. Je kunt dit ook de heilige drievuldigheid noemen. De bouwstenen zijn van het heelal, van de kosmos. De eerste straal kracht, tweede straal liefde, wijsheid en dan de derde straal licht. En met deze drie vuren
gaan we vooral heel diep werken, hè, want met de kracht kom je in diepe doelstelling en dan op de duur, als de kracht instroomt, is er een onweerstaanbare drang in je bewustzijn om uiteindelijk tot een eenwording te komen, een versmelting te komen met je goddelijk bewustzijn, met je monadisch gebied. En dat is het zesde gebied. Hè, dus dat je eigenlijk met je innerlijke zelf, je micro kosmische zelf, als je het zo kunt zeggen, uw goddelijke vonk, hè, steeds meer een weg in kunt gaan. En daar versmelten die drie vuren in en kom je eigenlijk in een toenemende oceaan, hè, die eigenlijk bepaalde, dus de verschillende gebieden in jezelf, steeds verder wenst te openen eigenlijk voor wat men dan noemt een aspect van het kosmisch vuur. Want ons monadisch bewustzijn is een aspect of een deeltje van het kosmisch vuur, als je het zo kunt zeggen. Dus er komt een enorme ruimte vrij, hè, wat in de Oosterse teksten heel veel ook beschreven wordt. Hè. Een bliss komt er vrij, hè, een vorm van samadhi, hè, vereenzelviging met eigenlijk de diepere gelaagdheden van uw wezen. En dus dat kan allemaal in het healingswerk eigenlijk gebruikt worden om de medemens, hè, ons allen, verder te openen voor die hogere gebieden. Achter het monadisch gebied is er nog een dieper gebied. En je kunt dat noemen het onsterfelijk gebied. Hè, dat wat maakt het adisch gebied, hè, dat we uiteindelijk gaan voelen dat ons bewustzijn onsterfelijk is, altijd verder evolueert doorheen de kosmos, als het ware, en dat we uiteindelijk in een spiegeling staan van het alomvattende, of noem het al, of God, noem het zoals je het zelf wenst, maar het alomvattende dat eigenlijk bijna onbenoembaar is in onszelf. En dat is dan natuurlijk de weg naar een toenemende zelfrealisatie. Dus esoterische healing kun je niet loskoppelen van de innerlijke weg van bewustwording, van het hogere zelf, van de weg naar uw monadisch bewustzijn, de weg naar uw adisch bewustzijn. Dat gaat hand in hand samen. Dus vandaar iemand die openbloeit in deze vuren en krachten, en dan op de duur ook de zeven stralen, dat gaat ook verder, gaat uiteindelijk met die stralen in het healingswerk een weg gaan. En zelfs het gaat nog verder, ook in de correlatie met esoterische astrologie, wordt de aandacht besteed aan planeten zelfs en aan de dierenriemtekens. En dat houdt ook allemaal straling in zich en ga je dus eigenlijk ook met die werkelijkheden dat betrekken in het esoterisch healingswerk. Dus je ziet, ik hoop dat je de vibratie ondertussen eventjes voelt, doordat ik gewoon eventjes die aspecten aanraak, want dat is natuurlijk levendige substantie, levendige werkelijkheid, is stroming in beweging. En dat je eigenlijk misschien voelt van, ah ja, wat zou dat dan betekenen als ik daar in dat vuur word opgenomen, ook van uw eigen dieper bewustzijn? Wat is dan het helend aspect? En vandaar dat ik er heb aan toegevoegd integrale healing. Want esoterische healing, door de vele aspecten die worden aangereikt, is universeel. En daardoor leidt het tot een toenemende integratie. En wat is eigenlijk de fundamentele integratie? Dat we steeds meer versmelten met ons monadisch bewustzijn. Met ons goddelijk bewustzijn. Dat is de pure integratie. Vandaar oude patronen, stoffelijk, emotioneel, mentaal, die in ons aanwezig zijn, zullen gaandeweg in het vuur van ons wezen opgenomen worden en steeds meer als het ware verbranden en dus ook steeds meer bevrijd worden door de geest, als je het dan zo kunt noemen, datgene wat stoffelijk en emotioneel en mentaal is, in onze planetaire geschiedenis zal gaandeweg dus opgenomen worden, overgedragen worden. Sommigen spreken eigenlijk over geofferd worden aan het inwonend vuur van ons hoger en goddelijk bewustzijn. En dat is integrale healing, want er is bevrijding mogelijk. Gaandeweg, stapsgewijs, niet in 1, 2, 3. Maar eens dat je de weg ergens begint te voelen waar dat naartoe gaat, is er eigenlijk ook geen stoppen meer aan, want je bewustzijn wenst alleen maar verder in het vuur open te bloeien, in de vuren open te bloeien. En dat is dan integrale healing. Dus esoterische healing leidt ook naar integrale healing. Dus men spreekt vaak over de karmische stromingen.
Wat we allemaal hebben ervaren en hebben opgebouwd in handelingen, emoties en gedachten, doorheen de tijd, wordt dan steeds meer opgenomen in die diepere werkelijkheid. Ik ga eventjes, vooraleer dat er nog vragen, mogelijke vragen zijn, nog even een heel korte meditatie doen. En vooral dan eventjes een meditatie op het lichtgevend vuur van jouw ziel. Onze ziel. Hè? Want in die ziel is er al een veel groter eenheidsbesef dan in de persoonlijkheid, waarin er een besef is van afgescheidenheid, van individualiteit. En want je denkt, ik ben hier nu in Brugge en de andere is daar. Hè? Dus er is ergens een afstand. Maar in de ziel is die afstand al veel minder. Want ja, door een meditatie, bijvoorbeeld over een healing, hè, kan ook op afstand gedaan worden. Hè, en vandaar dat het licht eigenlijk hè, geen grenzen kent. Hè, de ziel eigenlijk ook geen begrenzingen kent. Dus enkele minuutjes, eventjes in de exploratie en de openheid tegenover het licht. Ik ga dat even kort begeleiden. Kom dan even tot rust. En ons bewustzijn is altijd een rustgevende beweging. Staat dus ook continu in een verandering. Dus denkende dat er iets statisch is in onszelf, in de diepte zou je dat misschien wel kunnen zeggen, in het alomvattende, maar in de ontplooiing van ons bewustzijn is er eigenlijk niets statisch en is het continu aan het pulseren en wenst het te bewegen naar een toenemende ruimte. En voel dan dat de gebieden in jezelf eventjes tot rust komen. In die rustgevende beweging. Jouw stoffelijk bewustzijn komt tot rust. En je voelt dan ook in je hergebenen en je stuitcentrum een rust toenemen. En dit is gewoon een kwestie van aandacht. Aandacht die je besteedt aan het rustgevend aspect van je bewustzijn. Jouw stoffelijke stromingen komen tot rust. Dat is niet alleen je lichaam. En ook jouw etherisch lichaam komt tot rust in de rustgevende beweging. En misschien voel je dan ook bepaalde stukken of delen van je etherisch lichaam of overal. Dan voel je misschien je kruincentrum dat tot rust komt. Dan voel je misschien ook je derde oog dat tot rust komt. En voel je misschien je keelcentrum dat tot rust komt. En voel je misschien je hartcentrum dat tot rust komt. En voel je misschien je zonnevlechtcentrum dat tot rust komt. En voel je misschien je herriebeencentrum dat tot rust komt. En voel je misschien je stuitcentrum dat tot rust komt. Deze aandacht is op zich al helend.
Dat je toelaat dat de rust mag zegevieren in de etherische centra van je etherisch lichaam. Dus ook in je stoffelijk gebied. Midden in de onrust van deze wereld, dat je toch in een rustgevende beweging kunt staan. Dat je toelaat dat jouw stoffelijk gebied in een rustgevende stroming kan staan. Ondanks de omstandigheden, de context waarin we misschien leven en de onrust van de wereld. En zo komen we ook bij het emotionele gebied, het astrale gebied, de emoties. En ook dit komt tot rust. Die beïnvloedt ook de zonnevlecht en zelfs ook met de organen die daar verbonden zijn. De maag, de lever, de alvleesklier, de galblaas en ook een beetje de mild. En je zonnevlecht komt tot rust. Heel belangrijk dat je toelaat dat je gevoelsgebied tot rust komt. En dan komen we ook bij het mentale gebied in onszelf. Het correleert met het keelcentrum, het derde oog, de alta major, het punt achter het schedel en ook je kruincentrum. En ook de mentale stromingen komen tot rust. En kijk, doordat je de rust gradueel toelaat in je bewustzijn, in deze drie gebieden, is er een opportuniteit en een mogelijkheid om het licht van je ziel te laten instralen. Want de rustgevende beweging is de basis voor de innerlijke groei en de bewustwording van de innerlijke aspecten van ons hogere zelf. En voel dan op een of andere wijze dat je een aansluiting vindt bij het zielgebied, de hogere mentale gebieden, lichtgevend bij het licht in jezelf. En laat het eventjes instralen binnen de mate van de mogelijkheden. Dat je op een of andere wijze proef ondervinden dit licht ervaart in je kruincentrum. Dat je op een of andere wijze dit licht ervaart in je derde oog. Dat je op een of andere wijze dit licht ervaart in je keelcentrum. Dat je op een of andere wijze het licht ervaart in je hartcentrum. En dat je op een of andere wijze het licht ervaart in je zonnevlechtcentrum. Dus ook in je emotioneel gebied.
dat je het licht op een of andere wijze ervaart. Ook in het stoffelijk gebied, dus in je herriebeencentrum. En ook in je stuitcentrum. Laat dan eventjes het licht stromen, doordat je gewoon de aandacht daarop vestigt en nu in de ontvankelijkheid en de openheid staat. Dat je het licht laat stromen doorheen heel je wezen. En dat je weet dat dit helend werkt voor je bewustzijn, voor bepaalde aspecten in je bewustzijn die aan het licht mogen komen. En voel dan hoe je als het ware geconnecteerd bent met het licht van jouw ziel, met het licht van jouw hoger mentaal gebied. En dat dit licht steeds dieper en dieper mogen instralen. En overal zijn weg vinden in de planetaire geschiedenis van je bewustzijn. Herend mag werken en heel veel dingen aan het licht mag brengen, die geheeld mogen worden of verduidelijkt mogen worden en bevrijd mogen worden. Bepaalde oude contexten, oude oorzaken en gevolgen. Alles mag in het licht komen, van je ziel. Als het ware een oceaan van licht. Dat correleert met het planetair licht. Met het licht van de ziel van de aarde. Voel nog eventjes tot slot het vurig aspect van het licht. Misschien voel je, of kun je dit misschien ook connoteren, als een vurig licht in openbaring, een lichtgevend vuur. En dit is heel belangrijk. Een lichtgevend vuur, een vuur door wrijving wordt dit genoemd. Laat dit nog maar eventjes doorheen of over je heen komen. In het licht. De lichtgevende stroom. Esoterische healing met het licht van de ziel. Oké. In deze stroming van het licht ga ik dan misschien nog even, als er vragen zijn, deze vragen beantwoorden. Oké, wacht hoor. Ik even jouw spotlight wegnemen. Terug op gallery view zetten. Dankjewel Jan voor de zeer mooie inhoudelijk ook zeer kwalitatieve uiteenzetting van dit onderwerp. Dank je wel daarvoor. En ook voor de zeer mooie oefening nog op het einde. Ja, dank je. Goed, er zullen nog wel meer mensen een beetje terug met hun voetjes op de grond aan het komen zijn na de meditatie. Dus ik ga u nog eens uitleggen hoe u vragen kunt stellen. Dat kan u doen als u via Zoom meevolgt door de question and answer knop te gebruiken op uw scherm van Zoom. Als u daarop klikt, op die Q&A-knop, kan u een vraag doorsturen. Als u bepaalde ervaringen hebt waar u vragen over heeft, of
onduidelijkheden, dan mag u dat ook zeker en vast doorsturen. Als u via Zoom, via YouTube meevolgt, dan kan u gewoon een reactie naast de livestream posten. En dan behandelen wij uw vraag op die manier. Misschien voordat we gaan bekijken welke vragen er zijn binnengekomen, is het misschien de moeite waard om eens te gaan bekijken wat er op het programma staat van jou, want dat is best wat. Sommige dingen kunnen misschien wel een woordje uitleg gebruiken. Dus normaal gezien, Jan, zie jij nu ook een slide met de komende activiteiten. Het bovenste gedeelte is dat van jou en het onderste gedeelte is dat van jouw vrouw, Pia Jessimala. Ja. Dus, er zal ook een webinar zijn einde juli. Dan zal ik over de zeven stralen spreken. Ja. En dan in de augustus zal Pia eigenlijk ook een webinar geven. Maar ja, zoals je ziet, er zijn wel wat activiteiten. Ja. En ik heb sinds kort ook een centrum in Portugal. Dus ik sinds kort eigenlijk organiseer ik ook retreats naar Portugal in Tomar. Dat is een tempelierstad en zo. Zoals je eigenlijk ook ziet, is er een retreat daar. In september ook. Okay. En dan natuurlijk ook dus de interactieve lezing. En dus ook af en toe een retreat ook, zoals naar Vézelay. En dan natuurlijk een zomeropleiding is er ook hier in Brugge. En 5 dagen rond de integrale healing van het fysieke, emotionele en mentale bewustzijn. Dus dat is ook met esoterische healing, ook met veel meditaties en healingsoefeningen. En dan krijg je wel vaak teachertrainingen die ik geef, omdat eigenlijk ook de bedoeling is dat men het ergens zelf ook gaat verder zetten. Zoals teachertrainingen van esoterische psychologie. En dat zijn wel 15 dagen. Hè. Dat zijn echt wel, dat zijn 15 dagen eigenlijk. En dan ook stralen en inwijdingen zijn 10 lesdagen en zo. Dus dat zijn soms wel heel lange, diepgaande opleidingen. En ook Pia geeft dan, ze is meer, als je het zo kunt zeggen, gespecialiseerd. Hè, ook vanuit haar tweede straalstroming in het mediumschap en telepathie en intuïtieve ontwikkeling. En daar is een opleiding ook rond, en rond chakra healing en ook rond de engelen. En mediumschap en zo. Dus, en ook een retreat in Portugal, ja. Okay, wauw, geweldig. Echt super tof dat er zoveel te doen is binnenkort. Ik neem ook wel aan dat ik weet niet of retreat het juiste woord is. Het is ja, toch wel. Ja, zeker. Dat zal ook wel een redelijke once-in-a-lifetime opportunity zijn waarschijnlijk. Het klinkt voor mij toch wel echt iets ongelooflijk. Ja. Ja, het is altijd in een beperkt groepje van 8 mensen. Dus het is niet te groot, ook niet. En natuurlijk in Tomar is het dan eigenlijk wel in Portugal ook met de tempeliers. En er wordt ook gemediteerd en zo. Nee. Dus op alle aspecten en zo, ja. Oké, geweldig. Dank je wel. Ja. Dan misschien nog een paar dingen benadrukken. Als ik mij niet vergis, dan is die lezing inderdaad die dat we op 27 juli hebben, dat is dus een iets diepgaandere, alhoewel, wacht, oké, dus op 27 juli hebben we de interactieve online lezing Nieuwe Esoterische Psychologie, de Zeven Stralen. Nu, ik neem aan dat dat in bepaalde mate relevant is aan het onderwerp dat we deze avond hebben gehad, of is dat iets similar? Dat daar aansluitend op, hè? Aansluitend. Ja, dus ja. Ook een toelichting is rond de zeven stralen en ook meditatief en zo. Oké. Healing, ja, zeker. Ja, dus dat is iets meer diepgaand en ook interactief dan. Ja, zeker. Oké, super. En dan hebben we nog de 5-daagse cursus. Even kijken. Of is dat die teacher training? Nee, het is een 5-daagse cursus tijdens de vakantie, ja. De zomeropleiding eigenlijk, ja. Ja. Sorry, ja, dat is die zomeropleiding. Ja, ja. Dus dat is 5 opeenvolgende dagen. Ja, het is van maandag tot vrijdag. Ja, en dat is dus eigenlijk heel diepgaand op het onderwerp dat we deze avond, waar we een introductie op gekregen. Ja, het is dat, hè, ook rond integrale healing, ja, absoluut. Oké, super. Ja, meditaties en oefeningen en zo. Geweldig. Dank je wel. Misschien is het dan ook nog de moeite waard om eventjes kort te kijken wat dat de activiteiten zijn die het dichtst bij ons staan op dit moment. Zo heb je bijvoorbeeld die spirituele pelgrimreis naar Vézelay. Vézelay, ja, het is in Vézelay. Vézelay.
Met Ah, haar ook. het is in Frankrijk. In Frankrijk staat hij in het teken van Maria Magdalena en de Christus ook natuurlijk. Dat is binnenkort, dus dat is nu een maandag eigenlijk. Ja. Ah ja. En dat Oké. is een groepje van 10 mensen zo. En een mooi domein eigenlijk. Ja. Ja, In dat zal wel. 500 kilometer hier vandaan. Ja. Oké. Dus dat is heel snel. Dat voor de mensen die zich geroepen voelen, die graag nog Het kan iets willen nog, ja. doen. Het kan nog, ja. Absoluut. Eens kijken, dan hebben we de lezing waar we al over gesproken hebben en de zomeropleiding. En dan, misschien omdat sommige mensen nog niet echt bekend zijn met die termen. Bijvoorbeeld op 9 september hebben we dan die intensieve training in het vuur van het licht. Nu, dat kwam wel een klein beetje aan bod in de webinar van vandaag en ook in de meditatie. Maar stel dat mensen zich inschrijven, aan wat voor iets kunnen ze zich een beetje verwachten? Dus de opleidingen zijn er altijd op gericht. Dus het is altijd een uitleg, hè, zoals ik daarnet ook heb gegeven. Hoor. En dan wordt er elke keer ook op gemediteerd. En het is natuurlijk ook de bedoeling, en dan ook zijn er healingsoefeningen. Dus om het eigenlijk elke keer ook steeds dieper en dieper te ervaren. En dus zo is er bij de opleiding van het licht, dus dat is die derde straal, dat licht. Hè. Gaan we dus in die verschillende dimensies van het licht. Hè. Want daar zijn ook verdiepende dimensies. En zo wordt dat opgebouwd. Het wordt ook allemaal opgenomen op audio's. En men krijgt ook die audio's mee en zo. Ja. Oké, super. Dus, want ik ben er zelf ook nog niet heel erg bekend mee, maar dus als ik me niet vergis, de stralen en Ja. elke volgorde van straal heeft eigenlijk zijn eigen, ja, thema is misschien niet het juiste woord, Spectrum, maar ja. gaat wel over een bepaald aspect. Ja. En dan heb je, dus als ik me niet vergis, want daarnet had je al iets gezegd over de tweede straal, dat is dan eerder mediumschap, telepathie. Ja, dat is dus een onderdeel daarvan, absoluut. Hè. En dat Oké. is dan natuurlijk Pia, hè, omdat haar ziel eigenlijk op de tweede straal resoneert. Hè. Dus dat is eigenlijk Oké. weer die weg van die tweede straal. Ja, dat is waar. Oké, en dan in het vuur van het licht, dat is dan, wat was dat, de derde straal? Dat is de derde straal, ja. Dat is de derde Oké. straal. Ja, sorry, ik probeer zelf ook een Ja, beeld te zeker. krijgen en misschien dat het publiek dat ook wel, sommige mensen wel kunnen gebruiken. Dus, en dan de opleiding die daarna volgt, de 10 dinsdagen, zeer diepgaande opleiding die op 12 september begint in het vuur van de vijfde straal. Wat is dan juist die vijfde straal? Ja, er is een cyclus hier ook elk jaar. En dat, ik noem dat een planetaire jaartraining. En elke keer wordt er een straal bekeken. Dat is 1 dag per maand. Dat is dan zo 10 dagen van september tot in juni. En dat is een vrij grote groep eigenlijk ook. En dus nu is het dan de vijfde straal. De vijfde straal is de straal ook van licht. Maar dat is lichtgevende specifieke kennis. Concrete kennis wordt dat genoemd. En dat heeft dan ook specifieke eigenschappen. Waar dat we dan eigenlijk op gaan mediteren ook. En ook in correlatie met de innerlijke gebieden. Ja. Oké, geweldig. Ja. Dank je wel. Er staan nog heel veel heel interessante dingen op het scherm, maar ik ga nu eventjes deze slide terug afzetten om de vragen te behandelen. En daarna zal ik die terug opzetten. Oké, bedankt. Goed. Eventjes kijken. Dus de eerste vraag is: ik voel vibratie, maar kan er niet zo goed van slapen soms. Kan ik dit ergens tegenhouden of zo? Of Ja. misschien, hoe moet de persoon ermee omgaan? Ja, daar zitten. Dus heel belangrijk is dat je eigenlijk dat het goed is, hè, dat je vibratie voelt. Hè. Soms wordt het misschien als lastig ervaren, maar dan is het de weerklank op je emotioneel lichaam. Hè. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk overgevoelig reageert op die stroming en de intensiteit soms van de instroming. Maar eigenlijk is het de bedoeling, en dat is eigenlijk wel heel belangrijk, dat je misschien de emotionele weerstand, hè, want het brengt ook allerlei dingen in beweging. Probeert een beetje los te laten. En ik begrijp het ook, dat men soms angstig reageert ook, of soms eigenlijk geïrriteerd reageert op de stromingen. Maar dat het eigenlijk de bedoeling is dat je daar in feite heel de dag mee leert te leven. En dat is niet een opgave of dat is niet een bezwaring. Integendeel, de etherische stromingen mogen stromen. Mm-hmm. Maar
hoe liefdevoller dat je daarmee omspringt en dat je zegt van oké, nu even niet, dan zal je merken dat er eigenlijk werkelijk een cycliciteit is in de instroming en dat je dan ook ergens met rust gelaten wordt. Maar niet vergeten, hoe meer dat je openbloeit, hoe meer vibratie dat je gaat voelen. Dus eigenlijk is het gewoon een deel van de werkelijkheid. Hè. Dus ik voel ook continu vibratie, dag en nacht, ook 's nachts. Maar het is gewoon een kwestie van misschien de irritatie of de weerstand los te laten. En te zeggen, dat is heel normaal. Dat is heel normaal. En een beetje de gevoeligheid en de overgevoeligheid ook een beetje los te laten. En het steeds dieper in je hart te brengen. Oké, dankjewel. Ja. Dan hebben we gewoon een opmerking. Iemand die zegt dat ze het, of dat hij of zij het hartverwarmend vond. Nou, prachtig, dat is het zonnevuur in uw hart. Hè. Ik ben eigenlijk wel blij dat iemand dat zegt, want dat is uiteindelijk de bedoeling ook, hè, dat het hart verwarmd wordt. Hè. Ja, dank u. Absoluut, ja, dat effect had het ook op mij. Dank u wel. En dan hebben we nog een vraag. Wat is de bron, geschreven of mondeling, voor het benoemen van de stralen en krachten? Is dat in oude geschriften te vinden of wie zijn de grondleggers? Ja, dus oorspronkelijk, hè, rond de stralen en zo, laat ik het dan even zeggen over de zeven stralen, vind je dit eigenlijk ergens verborgen, maar eigenlijk toch ook expliciet terug in de Vedas. In de Vedas, hè. Dus dat zijn die oudste geschriften ook eigenlijk binnen het hindoeïsme. Hè, maar dat heeft zich dan ook vertakt doorheen heel veel stromingen. Ook in het Tibetaans boeddhisme vind je dit terug, maar dan eerder esoterisch, hè, dus in de Vajrayana. De Vajrayana is eigenlijk het esoterisch boeddhisme, als je het zo kunt noemen, waar dat er dan gemediteerd wordt in het tantra-boeddhisme, het tantrisch boeddhisme eigenlijk. Maar doorheen Alice Bailey, dus een Britse vrouw die in telepathisch contact stond met de meester Chöal Kul, een Tibetaanse meester innerlijk, in de jaren, in het begin van de 20e eeuw, zijn er wel allemaal boeken ontstaan die heel toegankelijk zijn. Heel toegankelijk, die wel moeten bestudeerd worden ergens, maar die wel dus ook in het Nederlands vertaald zijn. En daar is er dus een hele reeks, hè. De Nieuwe Psychologie 1, Nieuwe Psychologie 2, over de zeven stralen. En dan eigenlijk ook esoterische astrologie, esoterische healing. Hè. Dus, en dat is natuurlijk wel hetgene waar dat ik een heel diepe aansluiting bij heb, ook met die innerlijke meester, maar dus ook met het onderricht dat eigenlijk in feite ook doorheen die werken naar buiten is gebracht. En dat voor mij dus van zodra dat ik deze boeken opendeed, voelde ik het direct eigenlijk. Begrijp je? Dus elke letter die daar beschreven staat, komt tot leven in mezelf. En het is vandaar dat er een heel diepe aansluiting ook eigenlijk innerlijk is met deze stroming, met deze leringen. Oké, dankjewel. Dan hebben we nog een paar dankwoordjes. Het was aangenaam en boeiend. Veel in een notendop. Dank je wel. Ja, dank je. Dank u. Ja, inderdaad. U ook bedankt. Ja. En als het goed is voor u, zijn er nog twee vragen. Kunnen we die nog eventjes behandelen? Dank je wel. De eerste vraag is, ik heb vaak hersenmist en dit bij het opstaan. Kan je dat verklaren? Ja, dus daarin moet natuurlijk wel een onderscheid soms gemaakt worden. Dus ik ben natuurlijk geen dokter en zo, dus daar is eigenlijk wel ook een verklaring voor binnen de medische wetenschap. Maar natuurlijk, wat wel belangrijk is om te zien en het onderscheid te maken is, want je volgt eigenlijk nu eventjes de introductie rond esoterische hering, dat is ook geen toevallen, hè? Dus het gaat ook over de ziel, dat je toch even de vraag stelt, bijvoorbeeld, hè? Als je dan gaat slapen en dat je even aandacht besteedt aan je ziel, aan je hoger bewustzijn, hè? Aan het licht van je hoger bewustzijn, en eens kijken wat dan gebeurt als je dan opstaat, of dat diezelfde hersenmist is of niet, hè? Of dat anders ervaren wordt. Hè? Wat wel dus met het licht gebeurt, is dat je dus, ook al gaat je slapen, dat je allemaal soms licht ziet in uw wezen. En dat is niet dat je gek wordt, in tegendeel, dat is het licht dat eigenlijk ook indaalt. Dus daarin moet er toch wel een onderscheid gemaakt worden van, als ik eens ga slapen met een aandacht gericht op mijn ziel en op mijn hoger bewustzijn, en eens kijken wat er dan gebeurt, ook 's ochtends. Is dat anders dan die hersenmist?
En dan kun je natuurlijk wel zeggen, is dat mentale substantie die hersenmist of is dat eigenlijk meer lichtgevende substantie? En dat is wel heel belangrijk om daarin een zoektocht verder te ondernemen. Geweldig, dankjewel voor die duiding. Dan hebben we nog één vraag. Waar situeert Qi zich, dus QI? Is deze anders dan de stroming die u beschrijft? Ja, dus de key of het levens, de levensstroom of eigenlijk ook levensprana. Hè. Natuurlijk, prana is eigenlijk wel een algemeen woord. Hè. Dus je kunt eigenlijk zeggen, levensprana is de universele energie. Hè. In alles en doorheen alles, dus de key ook. Hè. Bij gevolg wordt er wel dan hè, binnen de esoterische stroming een onderscheid gemaakt. Dus dat die key, dus die alomvattende stroming, gedifferentieerd is in verschillende substanties. Stromingen, aspecten. En door de analyse en het ervaren van die verschillende aspecten kom je uiteindelijk ook in de totaliteit en de universaliteit van de key. Dus ook van de universele weg of de touw, ook de universele stroming of de universele levensstroom eigenlijk. En dat is wel doorheen ook de stralen dat je in die universaliteit gaat verder openbloeien. Maar dan heb je wel een heel genuanceerd beeld en ervaring ook rond heel veel aspecten van die key, dus van die levensstroom. En dat is wel heel belangrijk voor ons hogere Oké, okay, super. Weer al heel erg bedankt voor het duidelijke, verhelderende antwoord. Dat waren de vragen. Dus dat is makkelijk. Bedankt voor uw vragen, mensen. Dan ga ik nu nog eens eventjes het scherm veranderen. Misschien ook nog nuttig om hierbij te zeggen, voor de mensen die bekend zijn bij de kleine bron, maar nog niet met Jan. Jan kan spreken of kan opleidingen en oefeningen doen over een heel breed scala van aspecten, van thema's. Thema's die misschien nog niet vaak aan bod zijn gekomen bij de kleine bron, maar we willen dus wel echt ons best proberen doen om dat duidelijk te maken, wat dat je juist kan verwachten als je je hiervoor inschrijft. Moest je toch nog vragen hebben, dan mag je die altijd stellen. Je mag telefoneren, je mag e-mail sturen. Contactgegevens kan je natuurlijk altijd vinden op de website van de kleine bron. Ook op het YouTube-kanaal, als u vragen post onder de video, dan worden die ook beantwoord. Dus laat u zeker niet tegenhouden om die te stellen als u die heeft. Ik ga zoiet eindigen met deze slide, maar ik wil ook eventjes deze slide nog laten zien. Dit zijn de gewone algemene activiteiten die dat er in volgorde aanstaan te komen. Alle activiteiten. Er staat start to meditate. Dat is natuurlijk start to meditate. Voor de rest klopt het wel, denk ik, wat erin staat. Ik stel voor dat als u dit lijstje... als u hier meer aandacht aan wilt schenken, dat u eventjes naar de website van de kleine bron gaat en dat u dat daar bekijkt. Of u kan ook gewoon naar YouTube gaan en deze video herbekijken en het hier pauzeren, ook heel gemakkelijk. En dan ga ik teruggaan naar deze. En dan sluit ik de webinar af op deze slide, zodat u die rustig kan blijven bekijken als u via Zoom meevolgt. Als u via YouTube meevolgt, kan u natuurlijk ook gewoon pauzeren en bekijken. Al deze activiteiten zijn terug te vinden op de website van de Kleine Bron, met meer uitleg en duiding. Dus ga zeker naar daar als je geïnteresseerd bent in wat hier staat. Er staat heel veel aan te komen, dus ik kijk er al naar uit om u terug te zien op een van deze komende activiteiten. Voor de rest, Jan, is er nog iets wat jij graag wilt zeggen? Ik wens u te danken. Hartelijk dank ook voor de opportuniteit en voor de gelegenheid om over healing en over het licht eigenlijk en zo te kunnen spreken. Dus, dat is heel graag gedaan. Ja, hoe meer zielen dat er eigenlijk geraakt worden, door het hoger bewustzijn, hoe beter. Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik kijk er ook al naar uit om verder met u samen te werken. Dus heel fijn. Ja, zeker. Dank je. Ja, en dan wens ik iedereen nog een hele fijne avond verder. Bedankt om erbij te zijn vanavond. En graag tot een van deze komende activiteiten. Dus tot ziens, mensen. Ja, tot ziens. Ja, dank u. Dag. Dag. Ja.